Hey jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. Ik hoop dat jullie nog allemaal lekker fit en gezond zijn. En dan gaan we vandaag weer lekker aan de bak met de nieuwe Kids Workout. En dan gaan we lekker beginnen. Oké, we gaan beginnen met knieheffen. Je gaat je knieën goed omhoog brengen. Neem je armen vast lekker mee. En dan gaan we straks op tel werken. En als ik zeg 1, zak je naar beneden. Zak je met 2, tik je met 2 handen de grond aan. En dan ga je weer verder met knieheffen. Als ik zeg 2, zak je naar beneden, spring je omhoog. En als ik zeg 3, zak je naar beneden, knieën naar de borst. Dan gaan we eerst gewoon lekker rustig beginnen. Mooie lange stoten maken. En neem lekker mee, worden je armen ook vast lekker warm. Meteen al goed beginnen met ademen, neus in. Mond uit, is belangrijk. En dan zeg ik 1, zak je naar beneden, staan en weer knieën. Zo. Even een oefenrondje, want we gaan ze straks door elkaar gooien. 2, zakken. Rustig. 3, zakken. Spring naar de borst. 1. Elkaar doen. 2, zakken. 3. 1, zakken. 1, zakken. Zo. 3. Knie naar je borst. Goed omhoog trekken je knieën. 3. Nog een keer, 3. Deze is het zwaarste. Krijg het warm, ik hoop jullie ook. 1. En nog een keer, 1. Zo. 2, zakken. Omhoog. 2, zakken. Omhoog. Daardoor. Doe ze allemaal nog één keertje. 1. Zakken. Knie heffen. 2. Zakken. En springen. En 3. Zakken. Knie naar je borst. Oké, wat we gaan doen. Een klein beetje warm worden. We gaan heel veel kort schaduwboksen. Dat houdt in dat je lekker in de lucht. Misschien sta je wel voor een spiegel. Kun je goed naar jezelf kijken. Doe goed je linkervoet naar voren. Rechtervoet naar achter. Hakken van de grond. In en uit bewegen. Je kijkt over je handen heen. Dan ga je lekker voor jezelf lange stootjes maken. Opstoten. Hoeken. Gooi je benen los. Knieën losgooien. Als je trapt met rechts. Gaat je rechterhand naar beneden. Links voor je gezicht. Trap met links. Gaat links naar beneden. Rechts voor je gezicht. Even staan. Lekker voor jezelf. Als je de ruimte hebt, ga een beetje naar achter, een beetje naar voren. Gooi je knieën los. Afhouders. Lekker in en uit. Kin op je borst. Over je handen heen kijken. Loop je lichaam. Even staan. Boom, klap. 10 seconden nog. Die zo op rechts. Zo, blijf in beweging. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Goed zo. Oké, wat we gaan doen. We gaan lekker beginnen met de eerste oefening. We gaan een linker directe maken. Rechter opstoot. En een linkerhoek. Wat je gaat doen, je hebt je handen bij je kin. Links voor, rechts achter. Staat hier de basishouding. Een linker directe, rechter bij mijn kin. Rechter opstoot, links gaat terug. Gooi mijn schouder naar voren. Ik kijk in mijn handpalm. Rechter opstoot. Plak mijn rechterhand terug.
linkerhoek. Probeer met die linkerhoek je tenen mooi naar de muur te laten wijzen. Dus nog één keer, linker directe, rechter opstoot, linkerhoek. Gaan we lekker bewegen. Op mijn tel gaan we beginnen. Komt ie aan. 1, links, op, hoek en weer staan. 2, 1, 2, 3. 3, links, op, hoek. 4. 5, links, op, hoek. 6. 7, 2, 3. 8. 9, links, op, hoek. 10. En laatste 5, komt ja. 1. 2. 3. 4. En 5. Goed zo. Zet je benen even los. Ja, dat bewegen, dat is nogal wat voor je kuitjes. Oké, wat we gaan doen. We gaan 45 seconden werken. En dan gaan we mountain climbers doen. Dat houdt in. Je gaat staan. Je hebt je handen onder je schouders. En je gaat je knieën naar voren bewegen. Dus naar je neus. En niet je benen omhoog gooien. Nee, je knieën. Maar netjes naar je neus toe. Dat is hem. We gaan beginnen. 45 seconden. Even ademen en kom op uit. Probeer het vol te houden. Echt niet meer lukt, zet je heel gauw je handen los. En dan ga je weer verder. We zijn er al bijna. Dus hou vol. Kom op, nog 10 seconden. Sneller als het nog lukt. En weg. Even nog uit. Gaan we verder. De volgende oefening. Net hebben we gemaakt. Een linker directe. Een rechterop zo. En een linkerhoek. We gaan door combineren. Oftewel, er komt iets bij. Na die linkerhoek plak je linkerhand terug aan je kin. Je maakt een rechter directe. Tussenstrap. Linker trap lichaam. Dus je krijgt linker directe, rechter opstoot, linkerhoek, nog een rechter directe. Je kin zit achter je schouder, tussenstap, linker trap lichaam. Ja? Gaan we weer 15 keer. Maar stel lekker in en uit bewegen. Niet stilstaan. Komt ja. Links op, hoek, direct, linker trap lichaam. En weer staan. Ja, 2, links op, hoek, recht die directe, zo, 2, direct, trap, 3, links op, hoek, recht, trap, 4, 5, op, hoek, recht, 6, 7, 8, 9, 10, direct, trappie. Laatste 5, gaan we een beetje sneller. Komt ie aan, 1, en zo. 2, linkerop, direct, en trap. 3, 4, 2, 3, 4, en 5. En de laatste. En trappie. Goed zo. Neus mond uit. Gaan we planken. Gaan we weer 45 seconden werken. Wat je gaat doen. Ik ga een hoge plank maken. Of een lage. En tijdens die 45 seconden ga je om en om je schouders aantikken. Dat is wat we gaan doen. Ik ga de tijd weer starten. 3, 2, 1, go. Goed je schouders aantikken. Hou even maar recht. Het lastig vindt dat je je benen wat wijder. Even een lekker bij elkaar. Om en om. Blijf ze aantikken.
lekker weer. Thuis, dat is dat fijne zin. Zo, ik ben erbij. Nou, voor een half uur doen we nog. Zo. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Goed zo. En rust aan. Gaan we naar de volgende oefening. Wat we gaan doen, we gaan 4 hoeken maken. 2 laaghoeken, ofwel een levershoek. Een bodyshoek. De linkerhoek naar het hoofd. En een rechterhoek naar het hoofd. Dus je gaat staan. Gooi je rechter schouder naar voren. Een klein beetje door je benen. Levershoek. Goed staan, blijf door je benen gezakt. Bodyshoek met de recht. De linkerhoek, neem je tenen weer mee. En een rechterhoek. Ja, dus je krijgt straks laag, laag, hoog, hoog. Gaan we weer beginnen. Komt ja. 1, laag, laag, hoog, hoog. Goed je duim omhoog met die hoek. 2, 2, 3, 4. Even bewegen. 3, 1, 2, 3, 4. Ga door. Draai. Goed het verschil zien tussen hoog en laag. 6, 1, 2, 3. 7. Even bewegen. 8. Zo. 9. 10. Laag, laag, hoog, hoog. Elleboog langs je lichaam. Laatste 5. Ga een beetje sneller. Komt hij aan. 1, 1, 2, 3, 4. En staan. 2. Pap, 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 pap. 3. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. En 5. Goed zo. Was hem. Zet je benen even los. Yes, en je armen als het nodig is. Lekker bezig. Ik hoop dat jullie nog volhouden. Denk het wel. Ik heb het al aardig warm. Ik hoop jullie ook. Wat we gaan doen. We gaan trappen maken. En de meesten kennen dit wel van mij. Ik ben er gek op. Want we gaan namelijk trappetje op. En trappetje af. Dat houdt in, we gaan op tel werken. 1 is 1 trap met rechts naar het lichaam. 2 zijn 2 trappen met rechts naar het lichaam. Etcetera. We gaan tot de 10. Als we bij de 10 zijn met rechts, gaan we met links van 10 weer terug naar 1. Ja? Komt ja, dan wordt vrij snel duidelijk. Het komt helemaal goed. Gaat lekker staan. 1, 1 trap met rechts. 2, 1, 2. En staan. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, zet je been elke keer achter je neer, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, lekker voor de kuitje. 8 en 9 en 10, kom op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je kunt stiekem heel snel je benen los. Je mag rechts voor staan. Je mag ook een keer een tussenstap maken, wat jij prettig vindt. Komt je aan van 10 terug naar 1. 10, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, kom op, 8, 6, 7, 8, 7, 6, kom op, afvolgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bijna 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wordt alleen maar minder, dus wordt alleen maar makkelijker. 4, 1, 2, 3, 4, 3. Kom op. 1, 2, 3, 2, 1, 2. En de laatste. 1,
Zo. Lekker branden. Die kaartjes. Ik voel ze ook wel een beetje. Oké, we gaan weer een oefeningetje doen. Wat we gaan doen? We gaan rechts voor staan dit keer. We maken een rechte directe. Een rechterhoek. En een linker trap lichaam. Voelt een beetje gek, denk ik. Want we leren jullie aan om links voor te staan. Dan gaan we even lekker rechts voor staan. Een keertje wat anders. Blijf hetzelfde. Rechts voor. Nu links achter. Twee handjes bij je kin. Rechte schouder staat nu voor. Rechte directe. Strek hem helemaal uit. Lak hem terug. Rechterhoek. Stap uit. Linker trap lichaam. Ga je weer bewegen. Dus recht direct. Rechterhoek. Linker trap lichaam. Gaan we staan. 15 stuks. 1. Recht. Hoek. Lichaam. En staan. 2. Recht. Hoek. Lichaam. 3. 1. 2. Boom. 4. Lang. Hoek. Trap. 5. Links bij je kin houden. 6. 1. 2. Daar doen we niks mee. 7. 2, boom. 8. 9. Elke keer weer goed staan. 10. Goed zo. Laatste 5. Komt hier aan. 1. 2. 3. Recht. Recht. Links. 4. En de laatste 5. 1, 2, boom. Goed zo. Netjes. Gaan we weer 45 seconden werken. We gaan jump squats maken. Dus wat je gaat doen. Je tenen wijzen maar naar voren. Iets breder als je schouders. Je gaat zakken. Spring omhoog. Hoog genoeg dat je voeten de grond loslaten. Je zakt weer naar beneden. En spring omhoog. 45 seconden. Lang. Komt je aan. Zo staan. Blijven zakken. Knieën niet voorbij je tenen. Niet op je benen leunen. Maar hier bij je schouder. Neem ze mee. Daar is de sprong. Hou vol. We zijn er bijna. 10 seconden nog. Hop. 4, 3, 2, 1. Rust. Over rust gesproken. We hebben ook eventjes een minuutje rust. Ik hoop dat jullie het goed volhouden. Wat we zometeen gaan doen. We gaan straks opdrukken. Jullie favoriet? We gaan straks normale push-ups maken, oftewel handen onder je schouders, zakken. Daarna gaan we breed, zo breed mogelijk als dat je kan, en zakken. En daarna maak je een driehoekje en gaan we smal. Als het nou echt niet meer gaat, ga je straks gewoon lekker op je knietjes. Maar probeer ze wel allemaal vol te houden. We gaan een setje van 8 doen. Een setje van 6 en een setje van 4. Het wordt pittig, maar we hebben het vaker gedaan. Moet lukken. Nog 15 seconden, neus en mond uit. Oké, gaan we beginnen. Handjes onder je schouders. Achter, komt ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, gaan we naar breed. Nu gaan we naar buiten. 8 stuks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Gaan we naar smal. 8 stuks. Allemaal achter elkaar. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, dat gaat de arm losschudden. Dan gaan we naar 6 keer. Dan gaan we in 6 keer naar 6 keer breed. En 6 keer smal, onthoud. Het wordt alleen maar minder, dus het wordt alleen maar makkelijker. Zo moet je maar denken. Komt ie aan. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Goed zo. Gaan we breken. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Goed zo. Maar als het niet meer lukt, ga je op de knieën. Ik zal hem even voordoen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kom op, nog één setje. Ga er snel los. Gaan we gauw door. Komt hij aan. 4 keer. 1, zakken. 2, 3 en 4. Goed zo. Gaan we breed, zijn er bijna. 1, 2, 3 en 4. Laatste 4. Kom. 1, 2, 3 en 4. Hoppa. Lekker. Ook ik vind ze zwaar. Maar jullie kunnen dit waarschijnlijk veel beter dan ik. Dus ik hoop dat jullie het vol hebben kunnen houden. Oké. Wat we gaan doen. We gaan weer verder met een oefening. Schouders even los. We gaan een linker directje maken. Een rechter low kick. Een linkerhoek. En een rechter knie. Dus. We beginnen weer met links. Je mag weer links voor staan. Links voor. Recht achter. Handenbeen in. Elleboog tegen je lichaam. Linker directe. Mooi lang maken. Stap uit. Rechter low kick. Goed staan. Hou je rechter schouder voor. Linkerhoek. De knie. Nog één keer. Links. Direct. Mooi lang. Rechts bij je knie. Rechter loopje. Linkerhoek. Rechter knie. Ja. Links. Loophoek. Knie. Gaan we weer 15 keer op mijn stel. Ja. Lekker bewegen. Komt. Ja. 1. Linker directe. Loopje. Hoek. Rechter knie. Beweeg. Kijk van de zijkant. Links. Loog. Hoek. Knie. Moet je heupen naar voren met de knie. 3. Links. Loog. Hoek. Knie. En weg. 4. 1. 2. 3. 4. Goed zo. 5. 6. Links. Loog. Hoek. Knie. Hou vol. 7. 9. En daar. 8. 9. 10. Hou vol. Laatste 5. 1. 2. 1. Zo. Hoek. Knie. 3. Kom, we zijn er bijna. 4. Links. Loog. Hoek. Knie. En 5. 3. 4. Goed zo. Schoudertjes los. We gaan weer 45 seconden werken. Wat we gaan doen. Ik ga hem eens voordoen. Ik ga weer in squathouding staan. Tenen. Je voeten iets breder. En je schouders. Tenen naar voren. Je gaat zakken. En je gaat de rechter knie maken. Je gaat goed staan. Zakken. Linker knie. Zakken. Rechter knie. Niet je knie half optillen. Echt even. Alsof je hem in die buik van je maatje prikt. Nu gaan we dus 45 seconden werken. Gaan we dus squatten. Komt omhoog. En maak de knie. 45 seconden lang. Gaan we beginnen. Dus goed zakken. Kom omhoog. Knie. Goed je knie optillen. 2. Eigen tempo. Je denkt, ik heb hem wel. Ga je lekker wat sneller natuurlijk. Knie. Zakken.
knie. Zakken. Knie. En knie. En knie. Kijk naar de tijd. Oh, we zijn er al bijna. Hou vol. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Zo. Dat was hem. Netjes. Oké, wat we gaan doen. We gaan weer lekker naar een oefeningetje. Dus we gaan lekker bewegen. Normaal gesproken beginnen we met de linker directe. Nu gaan we beginnen met de rechter directe. Je staat wel gewoon links voor. Rechter directe. Daarna maken we een linker directe. Normaal gesproken maken we dus links rechts. Nu draai je hem even om. Rechter directe. Linker directe. Ik ga mijn rechterschouder helemaal terugdraaien naar voren. Dan maak een linkerhoek. En een rechter traplichaam. Dus nog één keer. Je gaat staan. Rechter directe. Linker directe. Draai om. Draai terug. Hoek. Rechter traplichaam. Ja? Komt ie aan. 15 stuks. Mijn tel. 1. Recht. Links. Linkerhoek. Rechter traplichaam. Nog een keertje. Recht. Links. Draai terug, linkerhoek, rechter op lichaam. 3, 2, hoppa. 4, 1, 2, draai terug, hoek. 5, rechts, links. 6, 1, 2. 7. Moet je tenen meenemen. 8. 9. Strek je armen mooi uit. 10. Laatste 5. Komt ja, nee. Recht. Nee. Hoek. 2. 1, 2. Draai. Hoek. Goed zo. 3. 1, 2. Draai. Hoek. 4. Rechts, links. En 5. 1, 2. Hop. Hey. Goed zo, was hem. We gaan weer 45 seconden werken. Jullie favoriet? We gaan burpees maken. Oftewel, je springt in de lucht. Je landt op je voeten. Je mag kiezen voor een push-up. Of je gaat liggen op je buik. Je komt omhoog. En je springt erom. We kennen ze wel. Dus, het gaat helemaal goed. Gaan we beginnen. Springen. Ligt op je buik. Staan. En spring. Goed omhoog springen. Niet dat de teentjes nog aan de grond zitten. Zo. Je mag dus ook opdrukken. Wat jij prettig vindt. Wow, we zijn er al bijna. Neus in. Moet uit. 15 seconden op. Kom op. 5, 4, 3, 2, 1. Rust. Goed zo. Even stoppen. Reset. Oké. Wat we gaan doen? We gaan een linkje direct maken. Rechter direct. Linkerhoek. Rechter opstoot. Links-rechtshoek kennen we allemaal wel. Inmiddels mag ik aannemen. Linker directe. Stap uit. Rechter directe. Stap bij. Mijn kin zit verstopt achter mijn schouder. Plak hem terug. Ik hou mijn schouder wel voor. Maak een linkerhoek. Plak hem terug. Ik hou mijn linker schouder voor. En de rechter opstoot. Zeg altijd maar. Mijn lichaam is elastiekje. Dat is als mijn lichaam helemaal gespannen staat. Wil die ook weer terug die kant op. Ja? Dus lang. Lang. Hoek. Plak terug. Opstoot. Kijk weer mooi. In je handpalm. Gaan we beginnen. Komt ie aan. 1. Links, rechts, hoek. Op en beweeg. 2. 1, 2, 3. 4. 3. Links, rechts, hoek. Op. 5. Rechts, hoek. Op. 6.
Boom. 7. Zes. Hoek. Op. 8. Boom. 9. Gooi je lichaam naar voren. 10. Rechts. Hoek. Boom. Laatste 5. Ga een beetje sneller. 1. 2. 3. 4. 2. Boom. 3. 4. Links. Rechts. Hoek. Op. En 5. 3. Hop. Zo. Nu is het met uit. We gaan weer 45 seconden werken. Nu mogen we even lekker chillen op ons rug. Want we gaan buikspieren maken. Je gaat liggen. Je gaat korte stukjes omhoog komen. Voeten plat op de grond. Handen in je nek. Je schouderbladen. En elke keer een klein stukje op de grond af. Je mag vasthouden in je nek. Maar let er dan op dat je niet aan je nek gaat trekken. Dat is dat blessure in je nek. Dat willen we niet hebben. Dus we gaan starten. Kom ja. Kleine stukjes omhoog komen. Goed blijven ademen. Neus in. Mond uit. Hierna doen we nog één oefeningetje. We hebben eventjes een minuutje rust. We kunnen even een slokje water drinken. We zijn er al bijna. Laat de buikspieren maar eventjes verzuren. Als je het lastig vindt, ga je je knieën aantikken. We zijn er bijna. Nog 5 seconden. 3, 2, 1. Rust. Goed zo. Gaan we lekker staan. Hoppa. We gaan nog één oefening doen zoals ik al zei. En daarna weer eventjes 1 minuutje rust. En dan gaan we daarna nog 2 oefeningen doen. Het zit er alweer op. Ik hoop dat je het allemaal nog volhouden. Lekker aan het zweten zijn, denk ik wel. Wat we gaan doen, we gaan weer beginnen met links. Dus je links staat weer voor, rechts staat weer achter. Altijd in de basishouding. Hakken zijn van de grond. Anders sta je zo plat op de grond. We kunnen hem niet goed bewegen. Terwijl als ik op mijn ballen van mijn voeten sta, dan ben ik lekker lichtjes. En dan kan ik goed in en uit bewegen. We maken een linker directe. Een rechterknie. Vervolgd door een rechter directe. Dus stap linkerknie. Dus lang knie. Lang knie. En ja, met die knie goed je heupen naar voren. Rug naar achter. Handen wijken. Ja, komt ie aan. Links, knie, rechts, knie. Met die knie wijs je je tenen naar de grond. 2, 1, 2, 3, 4, 3, hop, hop, 4, hop, 1, 2, hop, hop, 5, links, knie, rechts, knie. 6, 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, hop, hop, 8, 9, 10, links, knie, rechts, knie, laatste 5, 1, 2, 3, 4, link, knie, rechts, en 5, boom, boom, goed zo, neus helemaal uit. Als je wilt drinken naast je staan, pak even gas, met water, even 1 minuut rust, tijd gaat nu in, en dan gaan we straks de laatste 2 oefeningen doen. Wat we gaan doen, we gaan de beentjes nog eventjes opmaken, om het maar zo te zeggen. We gaan straks, net zoals die push-ups, setjes van 8, 6, 4 en 2. Dus wat je doet, we gaan straks squatten. Springt een grote stap naar voren, je blijft laag. 1, 2, weer terug. Spring, laag, 1, 2. Dus je blijft alsmaar laag. Ja. 20 seconden rust nog. Zet je benen even los, deze wordt zwaar. Dat weet ik uit ervaring. Maar dat kunnen jullie. Hierna doen we alleen nog een paar buikspiertjes. En dan zit het erop. 10 seconden nog.
Oké. Gaan we beginnen. Dus we gaan de squat maken. Blijf laag. Dat is even weg. Komt, ja. 1. Laag. Laag. 8 keer. 2. 1. 2. Blijf laag. 3. 2. 4. We zijn al de helft. 5. Hop. 1. 2. 6. Hop. 7. 8. Dat was hem al. Zit je benen gauw los? Wordt alleen maar minder. Wordt alleen maar makkelijker. En ja, gaan we naar de 6. Komt ja. 1. 2. Hop. Laag. Laag. 3. Op de helft. 4. 5. En 6. Zet je benen gauw los. Even rust. Komt ja. Gaan we naar 4. Zijn er bijna. 1. 2. 3. Heavy. Kom. Laatste. Dan alleen nog wat buikspiertjes. Komt ie aan. Verspringen. 1. En 2. Kom op. Dat was hem. Oké. Even neus in. Komt uit. Zet je benen heel even rust. Tegen het zweet. Voor je voorhoofd. Gaan we beginnen met buikspieren. Ga liggen op de grond. Voetje plat op de grond. Gaan we 25 stuks. Wat je gaat doen. Je linkerhand gaat naar je linkervoet. En je rechterhand gaat naar je rechtervoet. Kin op je borst. Gaan we op mijn tel. Gaan we werken. 25 stuks. Komt ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Rust. Gaan we de normale buikspieren doen. Komt een klein stukje met je schouderbladen van de grond. 25 stuks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Goed zo. We gaan de benen plat op de grond leggen. Gaan we nog een keer die schouderbladen. Klein stukje van de grond. Komt ie aan. 25 stuks zijn er bijna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laatste 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 extra, maar dat geeft niet. Oké, wat we gaan doen. Je rechtervoet gaat op je linkerknie. Mijn rechterhand gaat langs mijn lichaam. Linkerhand in mijn nek. Ik ga met mijn linker elleboog naar mijn rechterknie. Op deze manier. Doen we 15 stuks. Dan 15 stuks. Andere kant op. Dus mijn linkerarm gaat langs mijn lichaam. Rechts in mijn nek. 15 stuks. Dan zijn we klaar. Gaan we beginnen. Komt ie aan. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nog maar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gaan we wisselen. Links op je rechterknie. Links langs je lichaam. Rechts in je nek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, laatste 5, 1,
2, 3, 4, 5. Oké. Schud nog eventjes alles los. Ga even op je knieën zitten. Wat je gaat doen, je gaat eventjes liggen. Handen onder je schouders. Je gaat jezelf even omhoog duwen. Hou je heupen op de grond. Dan ga je even je buikspiertje een beetje oprekken. Dat is wel lekker. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ga je nog even naar achter. Eventjes ontspannen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, dat was hem. Ik hoop dat jullie het hebben vol kunnen houden. Ik denk het wel, jullie zijn allemaal strijders. En ik hoop dat jullie het lekker vonden. En tot de volgende keer. Hoi.